De beste manier om Surinaams bos duurzaam te benutten is door alleen de houtsoorten te kappen die nodig zijn. Dit is het advies voor vicevoorzitter van de Europese Commissie EC, Frans Timmermans, na een bezoek aan president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen donderdag. Volgens Timmermans moet in Suriname ook aan herbeplanting worden gedaan. Dat een bos een levend organisme is en niet een verzameling bomen. En tegelijkertijd dat je je bosbouwsector zo ontwikkelt dat je op termijn ook ophoudt met het exporteren van rondhout. Want dat levert het land het minste op. Dus hoe meer je hout in een volgende stadium kunt ontwikkelen. Uiteindelijk zou het beste zijn als Suriname meubels zou exporteren. Dan zou je van dat hout het meeste verdienen. Dan in plaats van rondhout waar je het minste aan verdient. Dus de bosbouwsector zou zich ook daarop moeten concentreren. Om te kijken hoe je meer toegevoegde waarde aan dat hout kunt toevoegen. En dat zie je in landen als Guyana gebeuren. Dat zie je ook in Gabon. In Gabon bijvoorbeeld mag gewoon geen rondhout meer worden geëxporteerd. En daarmee hebben ze heel veel waarde toegevoegd aan hun bosbouwsector. Zonder dat ze het areaal hebben verminderd. Timmermans merkt op dat er minder bos in Suriname is dan voorheen, vanwege de grootschalige houtkap. Dat is de president ook van overtuigd dat die ontwikkeling gekeerd moet worden. En wij willen graag met hen samenwerken om ervoor te zorgen dat dat ook op termijn gebeurt. Aan het grondrechtenvraagstuk wil Timmermans zijn vingers niet branden, omdat hij zich niet wil inmengen in interne discussies van Suriname. Hij onderstreept wel dat in andere landen waar zaken goed lopen, veel rekening gehouden wordt met mensen die grond beheren en niet alleen die het bezitten.